Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Vanochtend begonnen we nog met veel bewolking boven Limburg en wolkenvelden boven het noordoosten van het land. Maar in de loop van de dag ging de bewolking keurig volgens verwachtingen oplossen en kwam er dus steeds meer ruimte voor de zon. Daardoor werd het uiteindelijk in het zuiden van Limburg toch nog 27 graden. Daarmee was het de warmste plek. Op de Waddeneilanden, door wind van zee en de bewolking, werd het ongeveer 20 graden. Aardige verschillen dus. Als je nu naar het midden van Frankrijk kijkt, ik zal er even een pijltje bij zetten, dan zie je dat daar stapelwolken zijn. Dat zijn buien en die komen langzaam onze kant op. Die buien gaan samen met hele zachte lucht en dat kan zomaar eens later vanavond of vannacht een enkele bui in ons land opleveren. Maar eerst is het vanavond nog droog en vrij zonnig. Halverwege de avond zo'n 20 tot 25 graden. Heerlijke zomeravond dus. De wind begint langzaam wat aan te trekken en draait naar de oosthoek. Aan het einde van de avond neemt dan de kans op een eerste bui ergens in het zuiden toe. En in de nacht verwacht ik meer buien. Het zijn buien die van zuidwest naar noord trekken. Kan een enkele klap onweer bij zitten. En de zwaarste buien trekken waarschijnlijk over het westen, midden of noorden van het land. De meeste buien houden niet al te lang aan, dus verwacht geen verregende nacht. Want het kan dus wel even stevig regenen op een enkele plek. De wind, oostelijk, neemt verder in kracht toe naar windkracht 3 tot 5. Morgenochtend trekken de wolken en buien snel weg. En daarna hebben we flinke zonnige periode en de rest van de dag blijft het droog. De wind draait naar het zuidwesten en neemt verder in kracht toe. Boven land wordt die windkracht 4, af en toe windkracht 5. En aan zee staat een zuidwestenwind met windkracht 6. Daardoor wordt het op de stranden slechts 18 graden, ondanks het fraaie zonnige weer. Iets verder landinwaarts zo'n 20 tot 25 graden. En het oosten en zuidoosten haalt nog een temperatuur van 28 graden. Zomerse dag dus, maar ja, vanwege die wind toch niet zo fraai als je zou mogen hopen. Morgen later in de avond kan er opnieuw een enkel buitje vallen. Dat geldt ook voor de nacht na zaterdag. Het zuidoosten maakt daar de meeste kans voor. Zaterdag overdag is het dan overal weer droog. De wind neemt een fractie af, maar de temperatuur neemt ook af. Het wordt 20 tot 25 graden. Zondag nog wat minder wind en opnieuw 20 tot 25 graden. En eigenlijk geldt voor het hele weekend dat we een flinke zonnige periode hebben en dat je de paraplu thuis kan laten. Geen slechte vooruitzichten dus. Maandag gaat de temperatuur waarschijnlijk weer iets omhoog. In het noorden kan er dan ook een buitje vallen. En kijken we dan nog wat verder vooruit, dan zien we dat die temperatuurstijging van maandag een tijdelijk is. Eigenlijk blijven we rond de 25 graden schommelen volgende week. Best aardige vooruitzichten. Kan er ook nog bij melden dat de kans op een bui voorlopig dus klein is, behalve komende nacht. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.